Heel goedenavond, beste mensen. Ik begroet jullie hartelijk, zoals altijd, op het huidige webinar van UST Technologie. Ik wil mij heel kort voorstellen. Mijn naam is Alexander Savanelli. Ik ben een leraar, muzikant en acteur van beroep. Tot nu toe heb ik een intense acteercarrière hier in België gehad, in Frankrijk en in Duitsland ook. Enkele maanden geleden begon ik samen te werken met mijn collega's van het communicatieteam van de SkyWorld Community. En we doen ons best om deze technologie verder te populariseren. Ik wil heel kort onderlijnen, beste vrienden, dat sinds begin augustus gebruiken wij de nieuwe applicatie voor onze webinars. Jullie hebben dat zeker gemerkt. En wij af en toe hebben een technische afwijking gehad. Bijvoorbeeld met het wegvallen van het geluid tijdens de clip van YouTube. Mijn excuses daarvoor. Onze technische dienst zal dit punt binnenkort zeker in orde brengen. En als wij vandaag nog klein afwijkingen zullen hebben, nog een keer zal ik wij van harte excuseren. Dus ik wil mijn huidig webinar willen starten, niet zoals gewoonlijk met een presentatie van Unitsky Steam Technology, maar met een groot nieuws voor ons bedrijf. Vaak zeggen wij tegen onze collega's dat soms beter één keer te zien als 100 keer gehoord te hebben, zoals die zegt de Russische spreekwoord. De marketingsdienst van onze ontwikkelaar van de Stunk Technologie blijft zich de nieuwe wegen onder de knie te krijgen om ons project op het internet te promoten. Naar de quiz waren de afgelopen maand getuigen van een soort van zogenaamde hitparade van het nieuws. We hebben de populaire berichten van deze maand op het rietje gezet. De CNN bijvoorbeeld en de werelds grootste mediakanaal publiceerde een artikel over de transportsystemen van ons bedrijf. Daar staat dat met UST Technology vervoer zullen die mensen 5 keer sneller naar de stad komen dan met welke vervoer over de land dan ook. De Construction Week, dat is een tijdschrift van gespecialiseerd is met innovatie van de bouwprojecten in de regio van het Midden-Oosten, heeft een groot artikel over de Unitsky Street Technology gepubliceerd. In een interview met de vertegenwoordiger van het innovatiecentrum van UST in Sharjah, die spreken over die potentiële klanten, sporen en aanbouw en de nieuwe modellen van de rollend materiaal in de Emiraten, die worden binnenkort verwacht. Wij bieden een korte parafrase van de publicatie, waarvan die originele in de bijgaande illustraties kan worden. Zoals steentechnologie is in de eerste plaats gericht op die in de landen waar de bevolkingsgroei en natuurlijk vraag naar vervoer en ontstaat. Deze regio's zijn Afrika, Midden-Oosten, Azië, India en Pakistan. Daarom heeft UST Technology een centrum in de Verenigde Emiraten gekozen, omdat die twee belangrijkste redenen, dat is een dichter bij de klanten te zijn, zoals in India en Afrika. En in deze regio dat we technologieontwikkelaars zijn die eerste commerciële project wil uitvoeren. En inderdaad, die afgelopen weken ons bedrijf heel regelmatig via YouTube en andere media, sociale kanalen over de hele wereld te zien is geweest. Dat betekent dat USKY Technology over de hele wereld wordt gevraagd. Dat is interessant, niet alleen voor de mensen, maar ook voor de bedrijven en de grote in de landen. Deze technologie biedt namelijk een oplossing voor de belangrijkste problemen van onze tijd, namelijk de verkeersdrukte, wat nog belangrijker is. De USKY transportoplossingen zijn veel goedkoper zijn, veiliger en economischer dan traditionele transportoplossingen om te implementeren. Dus in deze post heb ik geprobeerd een aantal video's te verzamelen van verschillende nieuwsagentschappen over de hele wereld, zoals CBS, NBC, Fox, ABC, NTV Deutschland, France 2 en de volgende. Verder heeft een image matrix editor, heer Jurosen, vertelde in de Sky News Australia dat de beta-versie is al operationeel is in de Verenigde Arabische Emiraten. Ik wil dat, daarom, omdat wij geen geluid hebben, anders kunnen jullie dat via YouTube-kanaal die originele clip vinden. En ik kan de achteruit sturen naar jullie.
Ik heb een volgende gezegd. En de nieuwe vorm van vervoer kan de congestie in de steden helpen te verrichten door de gebruik te maken van het high-touchpoot die aan kabels zijn opgehangen. Die Wit-Russische bedrijf U-Sky is momenteel aan het testen, heeft bijgevoegd dat U-Sky pods zijn te zien van de binnen en uit, zoals een business class wagens. Ze kunnen met 150 km per uur rijden en het tegenstellen van de traditionele kabelbanen die met een lage snelheid zich bewegen. Dit is mogelijk om meerdere machines tegelijkertijd operationeel te maken. 6 jaar geleden, in juli 2015, begon de bouw van de grootste ecotechnopark in Marina Gorka in Wit-Rusland. Voorheen was in de groottank in de geheel met dieselolie gevuld was. En nu staat niet alleen het innovatief centrum in plaats van bomen en struiken, maar een groeien ook de tuinen, lanen en klein bosjes. Heel Anatoly Junitsky heeft tijdens de bouw de volgende speech gehouden. Laten we deze woorden ter herinnering brengen. Heeft gezegd, ons project heet Eco Technopark. En eco komt als eerste plaats. Dat gaat om de herstel van het milieu en opnieuw de betere bodem en betere tuinen tot leven te brengen. Waar ons de schoon voedsel zullen geven en het luchtwegen zullen veiliger zijn. Ze zullen levende wezens niet doden, omdat ze boven de grond vliegen en de oppervlakte waarop die leven wij willen niet bereiken. Dus heeft een vraag gesteld. Wat is 6 jaar voor een groot bedrijf om zich te ontwikkelen? Is dat genoeg of niet genoeg is geweest? Natuurlijk, als men zich over de ongefundeerde beloftes van sommige vrienden van ons herinnert, dat is echt maar alleen hun eigen welzijn dachten, zou ik graag zien dat die dingen sneller kunnen gebeuren. Maar aangezien de omvang van die taak om de resultaten zo in de korte tijd, 6 jaar praktisch is, niks zoals een wereldproject, zijn bereikt en uitgevoerd vanuit het veelomvattend project als een toekomstige vervoer, zeggen wij met gerust hart, dat is maar 6 jaar geleden. En dat is, we feliciteren iedereen met een mijlpaal. Op 18 september 2021, dus volgende maand dus, zal de 4e internationale wetenschappelijke en technische conferentie Rocketless Industrialization of Deep Space zal plaatsvinden. De wetenschappers en onderzoekers uit de vakgebieden engineering, ecologie, biologie, sociale en economische politieke wetenschappen zullen bijeenkomen met de actieve ontwikkeling van die diepe ruimte bijdragen. Het zal plaatsvinden in de Marina Gorka, dat is 60 kilometer van de Minsk, op het grondgebied van Ecotechnopark. De officiële middelen van Ecomir-programma's zijn dus het milieu, sociale en demografische, humanitaire en andere wereldproblemen van de mensen die snelle oplossing willen krijgen op de artsindustrie van de risico-inhoud en de milieu over te brengen naar de buitenruimte. De organisatoren zijn de Astro Engineering Technologies en String Technologies. De wetenschappelijke partner is de Wit-Russische Staatsuniversiteit voor het Vervoer. Anatoly Junitsky zal informatie presenteren over de technologieën die nodig zijn voor een complexe oplossing van de economische problemen van onze planeet, het overleven en geleidelijke ontwikkeling van de mensheid te brengen. Vertegenwoordigers van Wit-Rusland, Oekraïne, Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk, Canada, Verenigde Arabische Emiraten, Saudi-Arabië enzovoort, zullen aan het evenement deelnemen. Het lijkt erop dat in de media van de Midden-Oosten de UST Technology blijft de ontwerp nummer 1. De Gulf News is een artikel verschenen van de hand van de heer Angel Tesorero, dat is een senior verslaggever van de populaire nieuwsverkooppunt, met de titel Sharjah wil de eerste stad worden met een hoge snelheidsmodule in de lucht. Dat handelt over de ontwikkeling van de passagiers- en de vrachtvervoerssysteem op basis van de stringtransporttechnologie. Uiteraard blijft het testen van de hangende transportsysteem en onderzoeks- en technologie- en innovatiepark niet in opgemerkt.
Volgens de latere auteur, de wezenlijke kennismerken van de verschillen tussen de hangende vervoerssystemen van de traditionele kabelbanen en de luchttrans en beschrijft een stringtransport en de rollend materiaal. In een interview met de Golf News zei de directeur van Sharjah Research and Technology Park, heer Hussein Al-Mahmoudi, de volgende. Wij hopen dat deze technologie te kunnen in de toekomst te commercialiseren in een van de meest succesvolle in de regio van te maken van U-Sky Transport, test momenteel de verschillende passagiers en de goederen, treinen. Hij voegde eraan toe dat de verschillende opties en locaties zijn voor de invoering van de nieuwe tijd vervoerssysteem als duurzame en futuristische staat om te vormen. We zijn ons allemaal bewust dat de uitdagingen in verband met de verkeersstoppingen en mobiliteit. Wij geloven dat U-Sky-project zij bijdragen de mobiliteits- en infrastructuurstrategie van Sharjah. Verder gaat de auteur op het kenmerken van het rollend materiaal, waarbij hij meer in details ingaat van de prioritaire vrachtauto, die containers van 40 en 20 voet met een gewicht van 50 ton kan vervoeren met een snelheid van 36 km per uur en die kunnen worden geladen en geloosd met een portaalbrugkraan en de reachstacker. Ook op een 6 juni verzocht de journalist van de Engelstalige publicatie The National, Herr Endiscott, een tweede keer de experimentele centrum van SkyWorld Community in Sharjah bezocht en bereidde materiaal voor de ontwikkeling van de hoge sneltransport in Emiraten, gebaseerd op, op het resultaat van Beruk. Hij schreef in mijn zonder dat Uniski String Technology had een grote belangstelling van over in de hele wereld, maar vooral in de Emiraten. En waarom? Omdat is een toonaangevende ontwikkelaars zijn daar. Deze alternatieve vervoerssysteem biedt de veiligheid, comfort en wat belangrijkste is, dat is een betaalbaarheid. Die kunnen dat betalen. Dus het eerste commerciële project zal in september 2023 in de Arabische Emiraten ter beschikking gesteld worden en bouwen zal zeer binnenkort beginnen. Jullie weten allemaal welke remsituatie we de drempeling gehad over de corona, over de lockdowns. Over de, ik zal daarover iets later spreken. Dus het vervolgde systeem wordt in Minsk ontworpen door het bedrijf van Anatoly Yunitsky en de wetenschapper, lid van het Cosmonautencentrum en de Russische Federatie. En de vrachtversie zijn containers van 12 meter met de hoge snelheid kunnen afleveren, zodat die zware vrachtwagens kunnen worden verwijderd. Punten op het netwerk in de hangende staalkabels zouden in dienst doen als woonruimte of kantoor, uiteraard allemaal verbonden door de staalkabels met de hoge sterren. De cabines bewegen onafhankelijk in plaats van het conventionele katrolsysteem van de kabelbaan. Die snelheid ervan is beperkt tot 15 km per uur. Dus volgens het bedrijf maakt deze technologie hoge snelheidsverkeer tussen de steden mogelijk tegen een fractie van hun kosten en andere reguliere, als we vergelijken met andere reguliere vervoerssystemen, minder dan $200 per meter. Het bedrijf heeft 600 ingenieurs in een testlocatie in Wit-Rusland en ecotechnopark van Marina Gorka te exploiteren. Die heeft 5 andere 800 meter lange banen in werking. Is het een langere testbaan in Sharjah. Dit zal ongeveer 2,4 kilometer lang zijn met 8 uit elkaar geplaatste stallen, ondersteuning en betonnen structures in uitendende verankeren. De kosten van de aanleg hangen grotendeels af de potentiële passagiersstroom en afgewerkt netwerk. En bovendien heeft een Endiscott bijgevoegd en bevestigd dat de passagierlijn hoogstwaarschijnlijk zal eerder worden aangelegd dan een goederendienst. Waarom? Dat geeft ons een voordeel om te concurreren met andere vervoerssystemen, omdat die financieel haalbaarder zal zijn. De Emiraten is onze basis. Het is meest veelbelovende land voor onze technologie en we hebben veel steun in Sharjah. Dat is niet zomaar een vervoerssysteem, maar een milieuvriendelijke oplossing voor de wereld die toch al overbelast is door het verkeer.
De ecologische voetafdruk van de pots is ook kleiner die in vergelijking met de gewone treinreizen, aangezien de elektrische reservebatterijen gedeeltelijk worden gevoerd door de hernieuwbare energie. Die haalbaarheidsstudies over de kosten van het vervoer van de goederen via het netwerk zijn geraamd op $1 per 100 ton van elke afgelegde kilometer. Op het 21 april ook hield de hoofd van de regio, dit algemeen directeur van Sharjah en Research Technology, Hussein Mohammed Al-Mahmoudi, het eerste internationale webinar waarin de Unitsky String Technology aankondigde. Hij zei in bijzonder dat hij zijn enkele schitterende voorbeelden van onze technologie en we zijn in Sharjah ontwikkeld hebben. We zijn zeer trots dat in het grootste innovatiecentrum voor vervoer en logistiek ter wereld te hebben. We zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de technologieën van de volgende generatie. En dat in de hele Midden-Oosten deze regio gepromoot zullen worden. Dankzij de samenwerking met Unitsky String Technology hebben wij de Eco House gebouwd. En dat is een van de belangrijkste verwijzenlijkingen. We werken met UST samen met 4 belangrijke hoofdgebieden. Dus commercialisering, ondernemerschap, wetenschappelijke ontwikkeling en werkgelegenheid. We zijn overtuigd dat eerst en vooral moeten wij de innovatie wat menselijk kapitaal te ontwikkelen om een sterke band te opnieuw opbouwen met de universitaire wereld en academische instellingen. Al deze voordelen hebben een impact op milieu. Stellen we voor dat aangezien dat de commerciële gebouwen die nu momenteel de leeg staan, gemiddeld 30% van de energie gewoon verspillen, kan die toepassing van IT-technologieën van energiegebruik optimaliseren via onze technologie. Een klaar voorbeeld daarvoor is ons bedrijf, die geen uitstoot heeft en voert voor de grootste besparingen op het operationele kosten voor de toekomstige vervoerstechnologieën. Verder heeft een Alexei Savin, dat is een algemeen directeur van SV Plant, een bedrijf die voor ons bedrijf een apparatuur verwaardigt, zei vervolgens in het interview dat we proberen de productie uit rusten met modernste apparatuur en onze wagens deed uitgerust met alle modernste gedeelten. We volgen de wereldnieuwigheden en bezoeken tentoonstellingen. Alhoewel de meeste landen zijn momenteel dicht en de tentoonstellingen die wegvallen wegens de pandemie en spijtig genoeg en die zijn allemaal afgelast, proberen we een vooruitgang met dit voor onze technologie online bij te houden. We hebben de deskundigheid op het gebied van lassen, metaalsnijden, lasersnijden, metaalbewerkingen, verwijdering van de kunststofonderdelen, elektrische aanrijdingen, batterijen, omvormers en de gieten van de polymerproducten. Er zijn 6 bewerkingscentra bij de productie die geen analoog hebben in Wit-Rusland. En daarnaast beschikken we over de 3D-printers waarop die onderdelen voor het interieur en exterieur van de transport deels verwaardigen. Zoals jullie weten, de uitvinder van dit verbazingwekkend succesvolle project is ingenieur heer Anatoly Unitsky. Ik wil heel kort over hem vertellen. Het kostte hem 40 jaar hard werken om deze technologie voor onze gemeenschap te creëren en te ontwikkelen. In de afgelopen 3 jaar heeft in de Skyworld community deze technologie gebruikt, testtrajecten en staat- en vrachtwegen aangelegd en proefafdrukten en certificeringen uitgevoerd, praktisch overal in de wereld. Daarom heeft meneer Unitsky zijn blik op het Midden-Oosten gefocust en gericht waar onze productie geografisch uitgebreid is. Dus vroeger hebben wij de blokken en componenten apart ontworpen. Dus, en wanneer we hebben we die samengesteld, pasten ze qua vorm en de afmetingen dikwijls niet bij elkaar, maar wij hebben dit probleem op volgende manier opgelost. Zodra hebben we die overgeschakeld op het 3D-platform, waren deze problemen volledig opgelost, want het werd mogelijk de hele levenscyclus van de technologie te volgen, van de schetsende werktechnieken tot productie te brengen en de bediening. Momenteel staat de 3D-platform als enigste instrument en dergelijke aanpak mogelijk maakt. Het UST-technologie omvat de volgende maatregelen om ongevallen te voorkomen en te elimineren. Bijvoorbeeld het gebruik van
onbrandbare materialen in de passagiermodules, zoals beschikbaarheid voor de noodventilatie en de nooduitgangen. En belangrijk element in de veiligheid van UST-systemen zijn de technische oplossingen die bijdragen tot het verhogen van de veiligheid van de rijdend vervoer. Deze oplossingen omvatten het volgende. Het systeem tegen ontsporing. Dat bestaat uit 3 elkaar overlappende subsystemen. De duplicatie vermindert het risico van een ongeval en de subsysteem, stelt u voor, dat kan ook in de buitenval en uit de werking raakt. De remsysteem met een primair circuit en het backup circuit. Dat noodcircuit, dit is een derde systeem, levert tenminste 50% van de maximale remkracht van het bedrijfssysteem. Dus, nu wil ik heel kort uitleggen hoe marcheert hoe is opgebouwd onze stringtransportsysteem. Laten we enkele voorbeelden bekijken. De voertuigen zijn gemaakt op het zeer licht polycarbonaat, uitgerust met een elektrisch motor die heel ultralicht is. Je gebruikt zonnepanelen en windenergie, maar ook gewone elektriciteit om te draaien. De verplaatsing wordt vergemakkelijkt door de staalkabels met een hoge sterkte, zelfs op de zeer hoge oneven grond. Dat kan worden vergeleken met een snaar van een gitaar die het heel goed vastzit. Dus stringtransport is een revolutionair systeem waarmee een groot aantal mensen, maar ook de vracht, een superveilige en efficiënte manier kan worden vervoerd. Het is een zeer interessant transportmiddel voor zowel een lokale als internationale logistiek. Ik wil nogmaals bevestigen dat deze technologie is zeer succesvol kan worden toegepast, zoals in de hooggebieden, zoals Zwitserland, zoals Zuid van Frankrijk, zoals in Oostenrijk, maar je kunt laagvlakte zoals in België en Nederland. Dus innovatie van de SkyWorld community ligt in de ontwerpen kenmerken van de spoorstructuren en de automatische besturingssysteem, gebaseerd op de zogenaamde kunstmatige intelligentie, dus artificial intelligence. De totale engineering oplossingen van het bedrijf verlangen van een bouw- en exploitatiekosten van het transportsysteem met meer dan een derde in vergelijking met een conventionele monorail en de helft in vergelijking met een spoorweg en de 5 keer minder in vergelijking met een gewone autosnelweg. Deze technologie heeft een heel groot potentieel, onder andere. De infrastructuur van de steden, van de volledige steden, kan immers worden omgevormd in zogenaamde lineaire stedelijke infrastructuur. Bovendien is dit systeem zeer milieuvriendelijk en dat maakt heel veel schonere steden mogelijk om te leven als we vergelijken met de moderne steden als we momenteel leven. Dankzij de sterkte van de staaldraden die door de hooggekwalificeerde ingenieurs zijn ontworpen, is er geen sprake met het leven van de passagiers in gevaar te brengen. Dankzij de intelligente controlesystemen die speciaal voor dit voertuig zijn ontworpen, hebben tot nu toe tijdens de testrit nooit en geen ongevallen voorgegaan. Dus voertuigen zijn zeer flexibel. Ze kunnen zich onder de alle omstandigheden vrij bewegen. Dus dat alles komt doordat die voertuigen zich over de oppervlak bewegen dankzij die automatische besturing. Die windmolens en de zonnepanelen worden ook gebruikt om energie op te wekken. Superefficiënte elektromotoren verbruiken een minimale hoeveelheid van energie, wat aanzienlijke besparingen mogelijk maakt. De unieke voordelen van het transportsysteem, ontwikkeld door de Unitsky String Technology, maken het mogelijk geïntegreerd te worden op het geavanceerde gebieden van elektrisch, snel en milieuvriendelijke vervoer. Naast de commerciële voordelen zijn de meerlagige engineeringoplossingen van het bedrijf in de regio gericht op 3 industriële doelstellingen. Dus ten eerste maken die in de toename van het goederen- en de personenverkeer in bestaande steden mogelijk zonder die gebouwde infrastructuur aan te tasten. Dus is niet meer noodzakelijk. Ten tweede maken ze het mogelijk en de goederenstroom tussen de moeilijk bereikbare productiegebieden zoals luchthavens, logistieke centra's en havens te verbinden en te optimaliseren zonder extra terminals te bouwen.
En ten derde biedt de oplossing van dit bedrijf het milieuvriendelijke transportverbinding zonder vervoering met het minimum aan de lawaai voor de regio's met hoge milieueisen waar dit industriële impact op het milieu verboden of beperkt is. Nu wil ik heel kort, dames en heren, onze verschillende modellen. In totaal hebben wij 12 verschillende modellen. Dus één per één dus uitleggen. We beginnen met onze leider, met onze snelheid. Het zijn praktisch de beste leider. Dat is een hoge snelheid voertuig. Dat noemt U4 362 met de snelheid tot 500 kilometer passagiers kan vervoeren op het viaduct met een vakwerk. Hij wordt aangedreven door een elektrisch tractiemotor die gevoed door containercircuit, door energieopslagsysteem aan boord. Hij wordt gebruikt als onderdeel van vervoers- en van infrastructuurcomplexen, vervoersverbindingen op het intercity, maar ook in internationale routes tot stand te brengen. De cabine heeft 6 zitplaatsen uitgerust met fantastische audiovisuele systeem en entertaining systeem voor de passagiers. De carrosserie heeft apart compartiment voor de bagage. Verdere model, jullie mogen zien op het linkerkant, dat ziet prachtig uit. Die kan aan de business class wagens vergeleken worden. Dus volgende model noemt Unitrak U4 131 en is ontworpen voor het vervoer van de bulkgoederen, gevaarlijke vloeistoffen, bederfelijke waren en stukgoederen. Hij wordt aangedreven door het OX en een tractiemotor. Die wordt gevoed door een containercircuit op het energieopslagsysteem aan boord. De Uniwagen kan automatisch worden geladen en gelost. Het wordt gebruikt in het vervoer van infrastructuurcomplexen voor het werking van industriële installaties in de infrastructuur van de havens en mijnen op het wegen in de steden en de voorsteden. Een volgende model noemt Unibus U4 210. Dat is een voertuig met de standaarduitrusting en wordt gebruikt voor infrastructuurcomplexen voor gebruik op de stedelijke wegen. De totale capaciteit van het voertuig is 14 personen, inclusief de 2 zitplaatsen. Hij wordt aangedreven door het tractiemotor, ook onder andere. Hij wordt gevoed onder de contactcircuit, energieoplossingssysteem. Het basis van het voertuig zijn een aantal modificaties gebouwd. Dat noemt single pod en dubbelpot en met een vergrotere cabine. En de samengestelde voertuig kan in de vorm van de trein gebouwd worden. Van 2 tot 10 verschillende wagens. Zoals hebben gezegd, heeft Anatoly Junitsky de vorig jaar en dit jaar zijn blik naar Midden-Oosten aangericht en gefocust. Waarom? Want het tempo, aangezien dat die lockdowns en de coronavirus en die in de hele wereld is, die tempo waarin die Sharjah, speciaal in Sharjah innovatie in het progressieve technologiepark, zich ontwikkelt, is onvoorstelbaar, dames en heren. Dat begint een technologische revolutie daar. En wij zijn en leiders daarvan. Laat me heel kort nu en de tropisch model voorstellen die speciaal is gebouwd voor die klimatologische bijzonderheden van het Midden-Oosten. Deze noviteit onderscheidt zich door een dubbel airconditioning systeem, hydraulische viering en dubbel koelsysteem, meer energieopslag aan boord en een verbeterd koelsysteem en VIP-cabine, zoals een businessclasswagen, zoals heb ik gezegd. Dankzij de betrouwbaarheid, de hoge prestaties, de ruime keuze en opties, maar ook de eenhoud van de lage materiaalverbruik van de voertuigsinfrastructuur, kunnen de verschillende modellen van ons systeem een universele oplossing worden voor een aantal vervoersproblemen, zoals organiseren van vervoer van goederen en personen in de afgelegen gebieden en regio's met moeilijke klimatologische omstandigheden. Met die aanleg van die korte weg van 2,4 kilometer, dat is in de Arabische Emiraten, is een uitstekend voorbeeld daarvan. En nu, beste vrienden, wil ik heel kort over onze verwezenlijkingen in ons bedrijf in verschillende delen van de wereld praten. We beginnen met Vietnam. We zijn heel trots
te kunnen meedelen dat leden van de raad van bestuur van Unitsky Strain Technology, her Vladimir Maslov en Frantic Sekcholar, zijn teruggekeerd van de zakenreis uit Vietnam. Waar zijn die vertegenwoordigers van vele Vietnamese bedrijven hebben ontmoet en de ontwikkeling van UST in land hebben gepromoot. Bestuursleden hebben besprekingen gevoerd met de vertegenwoordigers van ThinkPad Company, die van plan is en de landingsbaan van 3 kilometer lang van Loy aan Pagoda aan te leggen. En als resultaat van een bijeenkomst werd een joint venture gebouwd, die Vietnamtransnet LTD zal noemen, ter ondersteuning van de ontwikkeling van de toekomstige projecten in Vietnam en de vervoerssector. Zodra de voorbereidingen voor onderwerpen voltijd is, zal het project worden overgedragen aan ons, aan UST Technology, voor de verdere werkzaamheden. Er werd veel vergaderingen gehouden met hun partners die informatiecentrum hebben opgezet en de deel uitmaken van de Vietnamese Vereniging van de Creatieve Werkers. De vereniging werkt nauw samen met de wetenschappelijke organisatie VUSTA, met de steun van het ministerie van de Wetenschap en de Technologie. Dat betekent dat het project is officieel kanaal beschikt voor de verspreiding van informatie over de technologie van UST. Beste partners, nu wil ik graag naar een andere stuk van land. Dat is een Dominicaanse Republiek en wil ik heel kort mevrouw Olga Veronica voorstellen. Dat is heel actieve lid van ons bedrijf, maar in de Dominicaanse Republiek. Ze heeft de laatste tijd ongelooflijk best gedaan om het project verder te populariseren en aan aandacht te brengen. Ze heeft met vertegenwoordigers ontmoetingen gehad, met vertegenwoordigers van de Nationale Raad van de Klimaatverandering en van de Dominicaanse Republiek, van de burgemeester van de provincie La Romana en de burgemeester van de Santo Domingo. Dat is een hoofdstad van de Dominicaanse Republiek, waar dit in totaal 90 mensen dat zelf werden bezocht. Dat werd grotendeels bereikt via de publicaties in de media, televisieoptredens en ontmoetingen met de politici. Die versterking van onze posities in het Midden-Oosten is de belangrijkste tendans van dit vorig jaar en dit jaar en de volgende jaar ook. Onze technologie is officieel gepresenteerd als potentieel voor de uitvoering van de infrastructuurontwikkelingsplan van Dubai door de minister van Vervoer in het land goedgekeurd is. De project omvat een stedelijke vervoerssysteem met een totale lengte van 15 kilometer met 21 stations die met onze technologie kan worden uitgevoerd. Ik wil heel graag onderlijnen dat zijn hoogheid een heel grote baas. Dat is een Sultan Ben Mohammed Al-Qassimi. Dat is een lid van de federale hoge rechtshof. Heeft onze innovatiecentrum in Sharjah bezocht. En deze gebeurtenis is heel breed uitgezonden in de media van de Emiraten. Tijdens de vergadering werd bijzondere aandacht besteed aan de spoorstructuur, aan de verankeringen en tussenpunten van de bepaalde belastingen en daarvoor uitgegaan, de tijdens hun normale werking kunnen die praktisch niet beschadigd worden. Dat voert de regelmatige testritjes niet alleen in het Ecotechnopark van Wit-Rusland, maar ook in Sharjah, met een klimatologische bijzonderheid van de Midden-Oosten. En bovengrondse spoorstructuren zijn functieoverschrijdend. Dit betekent dat die kunnen gebruikt worden in verschillende landen onder verschillende klimatologische omstandigheden, bij de temperaturen van min 50 tot plus 60 graden. En nu wil ik jullie aandacht besteden over de blokkering van de Suezkanaal. Dat was een heel groot probleem geweest in april, als jullie weten. Een reeds lang bestaand probleem aan het licht gebracht. De logistieke operatoren die lang klachten over de hoge kosten van de zeevervoer zijn ook overtuigd van hun onbetrouwbaarheid. De sluiting van de Suezkanaal, dat ongeveer 30% van de wereldwijde containervervoer en 12% de wereldhandel vervoert, heeft geleid tot een verlies van ongeveer $10 miljard per dag.
En dat is stijging van de olieprijzen van 6% gedurende bijna 2 weken. Dus dat is duidelijk, dat is een eenvoudige uitbreidingsproject van de Suezkanaal zal niet voldoende zijn. En wat hebben wij gedaan? Dus onze vertegenwoordigers hebben als pioniers op dit gebied een alternatief aangeboden als transportoplossing voor de Suezkanaal. En zo zouden de volgens voorlopige schattingen de kosten van een 160 kilometer lang elektrisch transportsysteem van ons bedrijf is alleen maar 10 miljoen dollar zullen kosten per kilometer. Uiteraard zonder rollend materiaal en zonder laden- en losterminaals. Maar dat is in ieder geval 5 of 6 keer minder is als de kosten van het hele Suezkanaal zelf. Dit complex zou kunnen afleveren in de gemiddelde snelheid van 80 km per uur. En dat is ook 5, 6 keer sneller is dan van een schip. De CEO-leider van ons bedrijf, mevrouw Nadezhda Kozireva, jullie mogen zien op het linkerkant op het diapositief, heeft ons duidelijk gemaakt dat de logistiek van de wereldeconomie gedificeerd moet worden. Graag dragen wij tot versterking van onze innoverende transportoplossingen bij. En zoals jullie weten, dames en heren, onze technologie is wereldwijd gecertificeerd en auteursrechtelijk beschermd in meer dan 180 landen. Stelt u voor, dat is een fenomenale prestatie. En wij kunnen de mobiliteit in de steden en de toegankelijkheid in het vervoer verbeteren en verhogen. Laten wij Brussel of Parijs als voorbeeld nemen. Die enkele reis tussen uw huis en kantoor met deze files kan meer dan tot 3 uur leiden. Maar met behulp van onze vervoer is de reistijd gemakkelijk met de helft verminderd worden. Voor het begin van dit jaar hebben wij in de grote toename van modelgamma's en rondmateriaal met verhoogd draagvermogen. En nu, dames en heren, wil ik heel graag een klein samenvatting geven om ons webinar, van het huidige webinar, langzaam af te ronden. Wat is eigenlijk onze filosofie in het geheel? Jullie weten, ondanks die problemen, in dagelijks klagen de mensen en de problemen. Oké, iedereen heeft dan problemen. Niet alleen ons bedrijf, maar iedereen ter wereld. Maar Skyward Community biedt een oplossing voor economische, sociaal-economische problemen die samenhangen met inefficiëntie van de vervoer van onze tijden. Dat is alomvattende oplossing voor ontwikkeling van de ontoegankelijke gebieden zoals bergen, jungle, zeebodem, tijgers, woestijnen enzovoort. Die oplossing kan bieden voor de dringende problemen van de mensheid. En ik ben overtuigd, ondanks alle problemen, gegarandeerd wordt dit en volgend jaar zeker een overgangsperiode voor ons bedrijf. Als we kijken naar, zoals je het hebt gezegd, de gebeurtenissen van de afgelopen jaren, dan kunnen we vaststellen dat voor ons allemaal dat was niet gemakkelijk. Tot nu toe hebben wij deze problemen en die blijven hangen in de lucht. Maar er vonden heel turbulente gebeurtenissen plaats. De lockdowns, coronavirus. Maar ondanks alle scepties hierover, we zijn overtuigd met ons team en onze supporters dat onze technologie in de nabije toekomst en de wereldwijd kan geïntroduceerd en als verkeeroplossing voor de toekomstige generaties gebruikt worden. Als jullie vragen hebben, dames en heren, kunnen jullie de officiële bronnen op de officiële website, mogen dat zien op de linkerkant. En ik wens jullie alle beste, want ondanks alle problemen, alle moeilijkheden op de weg naar de toekomst te overwinnen. Geloven in succes, geloven van de Skyway Technology. Wij zijn de beste, wij zijn de goede kopsten en wij bouwen alle voordelen voor onze planeet. Tot volgende zitting. Ik wil u van harte bedanken voor jullie aandacht en voor onze technologie. Dag!